Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Doe Maar Duurzaam. Het televisieprogramma waarin we de ontwikkelingen en innovaties belichten binnen de duurzaamheidssector. Deze week maken we kennis met een breed scala aan ondernemingen binnen de industrie. Ik ga jullie meenemen en laat jullie alles zien over industriële koelingen, duurzame foliemachines voor de verpakkingsindustrie en het belang van een goede infrastructuur van ondergrondse pijpen en buizen. In ons dagelijks leven zien we vooral de bovengrond en hebben we geen idee wat er zich onder de grond allemaal afspeelt als het gaat om infrastructurele werken. Voor het leveren van een goede bovengrondse infrastructuur is het van groot belang dat er juist onder de grond het nodige werk verzet wordt. Een goede infrastructuur begint namelijk onder de grond, zoals Jarko van Blois van Legal Infra kan vertellen. Goede ondergrondse infrastructuur is belangrijk. Je ziet hem niet, maar het is het fundament voor de bovengrond. Als de kabels en leidingen, dus het fundament, niet op de juiste manier worden aangelegd, dan heeft de bovengrond daar last van. Ja, de ondergrond wordt steeds complexer, omdat we steeds meer ook in de ondergrond gaan doen. Niet alleen kabels en leidingen leggen we in de ondergrond. We willen ook steeds meer tunnels. We willen afvalstoffen opslaan in de ondergrond. We willen zelfs straks mensen gaan transporteren, misschien wel in de ondergrond. Dat betekent ook dat het dus steeds complexer wordt om dat fundament op een juiste manier vorm te geven. Je moet de buitenruimte eigenlijk zien als een orkest. In een orkest zitten allemaal muzikanten. Die kun je zien als de gemeente, provincies, maar ook de netbeheerders. Wat een orkest natuurlijk nodig heeft, is een dirigent. Iemand die niet alleen de snelheid van het stuk aangeeft, maar ook zorgt dat de juiste muziekstukken aanwezig zijn. En dat elke muzikant, dus de gemeente en de netbeheerder, op het juiste moment voldoende aandacht krijgen, zodat ook het muziekstuk gespeeld wordt waar de luisteraar voor betaalt, de burger. Naast praktische zaken als het gedeelte dat je kunt zien, heb je natuurlijk ook te maken met allerlei zaken als wetgeving en juridische procedures als je bezig bent met de ondergrondse infrastructuur. Het is belangrijk dat alle wet en regelgeving natuurlijk op een juiste manier wordt toegepast. Dat zijn de noten in het muziekstuk. Dus het is belangrijk dat er vooraf advies ingewonnen wordt over de stand van zaken van de wet en regelgeving. Zodat elke partij weet met welke regels die moet werken. Wat je dan eigenlijk doet is alle risico's vooraf in beeld brengen. Zodat je rekening kan houden met elkaars risico's. Zodat een project op een juiste manier kan worden uitgevoerd. Wat er gebeurt zonder overkoepelende organisatie is dat elke partij eigenlijk aandacht geeft aan zijn eigen belang. Het zijn allemaal hartstikke belangrijke maatschappelijke belangen. Alleen vindt er dan geen samenspel plaats. De samenhang in het project is belangrijk om de planning van het project te halen, om risico's goed op elkaar af te stemmen, zodat de burger niet de hoofdprijs betaalt. En de burger is het belangrijkst. Als vloeistoffen en lucht gekoeld of juist verwarmd moeten worden voor grote industriële processen, komen daar koelmachines aan te pas. Bij dergelijke processen denkt men aan veel energiegebruik en een belasting voor het milieu. Echter staat op dit gebied ook de ontwikkeling niet stil. Frank Geerdink van Dutch Thermal Engineering vertelt hoe er in deze branche veel ontwikkelingen plaatsvinden met een duurzaam uitgangspunt. The biggest misconception of water cooling is that people in most cases think about tap water cooling equipment, etc., like in offices. Industrial cooling is used and needed in all processes where heat is transferred into a product, into water, into metal or whatever. So you should think about packaging lines, welding installations for spot welding, oil industry, offshore industry, cooling of rooms, cooling of equipment, all that kind of things. You can build them in complete stainless instead of powder coated material or metal because most of these machines are standing outside in the rain, on oil platforms, at sea. So the erosion is huge. So if you use stainless steel, they will last much longer and then you can repair the parts instead of a complete machine. On the other end, you can use frequency converters, frequency converted fans to make sure that the energy consumption is as low as possible. And the last important thing is make sure that evaporator, compressor and all parts in the machine are matched
in a perfect way together so that the efficiency of the machine is far above normal to make sure that the energy consumption of these cooling equipment is the lowest as possible. For the end user, it's first of all very important to have a machine that is easy to disassemble when something is wrong. The machine should be built of durable material like stainless steel instead of cast iron or coated iron. Next to that, using durable material is one thing. Energy consumption is, in cooling, very important. So if we can use frequency converted fans, the energy consumption is far lower. Besides the fact that the machine has to be developed in the right way with the highest efficiency possible. Another good example is, for instance, absorption cooling, which we have developed for the bakery industry, where the heat from the oven is used in our machine to produce cooling water. It's a tricky thing, but it's working, which means that he can cool his bread afterwards, after it comes from the oven. He can cool it down by using the heat and not using any energy, and that's saving money. Verpakking wordt vaak gezien als een van de belangrijkste oorzaken van de afvalberg. In een tijd waar we steeds bewuster omgaan met het milieu, zijn verpakkingen voor veel mensen iets waar ze liever vanaf willen dan er meer bij te krijgen. De industrie zit echter ook niet stil en zoekt naar mogelijkheden om hun werkzaamheden groener en verantwoordelijker voor te zetten. Zo zorgt het bedrijf Brouwse ervoor dat stans- en foliepreegmachines die ontwikkeld zijn voor de verpakkingsindustrie steeds zuiniger en duurzamer worden. Everything is packed. You need the packaging to ship your product. For example, telephone, your handy is packed in carton. So we need this. The good thing from carton is that it is reproducible. Or you can collect it, reuse it again as carton. What we have to do as whole packaging group is to reduce the amount of paper or carton which we need for making packaging. And I think the whole industry, that means the machine manufacturers, but also the printeries who makes the packaging are very keen on that. Developing new machines are basically three things which are important. So nowadays we have new technology, new electronic, new motors, so you can reduce the power a lot. Secondly, we look also to quicker changeover times. That means if you have job A and job B, you need to do a quick changeover, which makes sense. Then you can do more jobs in one day with the same power supply, same people. And number three is of course to reduce the paper consumption for in the machine. Het maken van verpakkingen is een heel specifiek proces waarbij niet zomaar iets gedaan wordt. Het gaat hierbij om machines die heel specifiek afgesteld moeten worden en vele miljoenen euro's kosten. Packaging is made in two processes. White card and white paper needs to be printed. You can see in this situation it's overprinted with four colors and coating. It can be also more colors depending on the supplier. After the printing process, you most of the time want to have a nice glossy effect on the packaging. This is made, as you can see, silver effect or gold effect. We call that foil stamping. Then you have one sheet with some boxes on it, maybe 5 or 6 or 20, depending how big the box is, of course, and it needs to be die-cutted. You can see this is the result of a die-cutted box, and there can be more in one sheet. And the stage next to it is folding gluing. You glue the box together, fold it in a certain way that you have a we call plano, closed box, and then it goes to the company where they fill it with okay, whatever it can be cigarettes or sweet or candy or chocolate. It's important that everybody, machine manufacturer, but also the people who print the boxes, think about how to reduce the carton consumption and try to do as many processes in a short time. We zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste gedeelte van Doe Maar Duurzaam. Na de break zijn we terug met nog meer ondernemingen die zich inzetten voor een duurzame industrie. Welkom terug bij het tweede gedeelte van Doe Maar Duurzaam. Zometeen ga ik jullie alles laten zien over solar oplossingen. Arbeidsbemiddeling binnen de industriële sector. Natuurlijk krijgen we de tip van de week weer voor ondernemers. En ook zien we hoe de voederindustrie kan bijdragen aan een schoner milieu. In
Nederland staat bekend om haar innovatieve voersector en is hierin de koploper van Europa. Er wordt veel onderzoek gedaan naar voersamenstellingen, waarbij er intensieve samenwerking is tussen universiteiten en agrarische bedrijven. Bij Provimi wordt er dagelijks gewerkt aan een optimale voersamenstelling. Joris van Wiegen en Anke Hamminga vertellen ons hier alles over. Gezond voedsel is een basisbehoefte voor ieder mens. Voor de productie van melk, vlees en eieren is het heel belangrijk zo goed mogelijk te weten hoe dieren voedingsstoffen optimaal kunnen benutten. Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar de optimale voersamenstelling. En daarmee kunnen ondernemers gezondere voeding produceren met gezondere dieren, een lagere milieudruk en een hoger rendement. Een hoge kwaliteit van diervoeding levert uiteindelijk een hoge kwaliteit op van melk, vlees en eieren. Dus voor de consument is het ontzettend belangrijk dat de dieren een goede samenstelling krijgen van het voer. Een voorbeeld daarvan is Serranoham. Een ander onderwerp wat heel veel aandacht heeft gekregen, ook de laatste tijd, is natuurlijk het welzijn van de dieren. Als je kijkt naar jonge dieren, zoals bijvoorbeeld babybiggen, die eten ook niet direct vast voedsel. Dus wanneer je die kunt voorzien van bijvoorbeeld eerst een melk en dan een papje, dan leren ze veel sneller eten. En dat leidt uiteindelijk ook tot een hogere kwaliteit van het eindproduct. Goed voer op ons melkveebedrijf is zeer belangrijk. Dat komt eigenlijk omdat de grootste kostenpost die we hebben het voer is voor de koeien. Daarnaast is het zeer belangrijk eigenlijk om ook veel kennis van het voer te hebben. Die kennis die vergaren we samen met onze toeleveranciers en adviseurs. Ja, die proberen we te combineren met de gegevens die wij uit de praktijk en de adviseurs uit de praktijk hebben. Eigenlijk hebben wij samen met Provimi een samenwerking. Waardoor wij de kennis uit wetenschap en de kennis uit de praktijk kunnen combineren. Om tot een optimale melkproductie en uiteraard ook optimale gezondheid van de koe te kunnen komen. Een duurzaam familiebedrijf betekent ook rendement draaien op het bedrijf. Diervoeding draagt eigenlijk op meerdere punten bij aan het welzijn van de dieren. Ten eerste is het heel belangrijk dat er 24 uur per dag het juist uitgebalanceerde rantsoen voor het voerrek ligt. Daarnaast is het belangrijk dat er altijd schoon en vers drinkwater aanwezig is. Wat ook uiteraard belangrijk is, is de leefomgeving van de koe. Dat betekent frisse lucht, voldoende ventilatie in de stal, een lichtbed waar ze ruimer kunnen liggen. En aan het eind houden wij dan, zoals wij dat noemen, een happy cow aan over. Door dagelijks ook goed te kijken naar wat voor signalen geven de koeien af. Aan de hand daarvan sturen wij dingen bij. Ja, gezond voer kan behoorlijk bijdragen aan een schoner milieu. In Nederland bijvoorbeeld hebben we een best wel strenge wetgeving op fosfaatgebied. Fosfaat zit in het voer. Er wordt door de koe opgenomen, komt bij groeiende beesten in de botten terecht en komt bij melkgevende beesten ook voor een gedeelte in de melk terecht. Het gedeelte dat overblijft, dat komt in de mest terecht. En dan zien we eigenlijk al in de praktijk dat we de laatste jaren toch al een 25% minder fosfor produceren als dat daarvoor gebeurd is. En wij verwachten in de komende tijd daar nogal wat stappen mee te kunnen maken. In de afgelopen decennia zijn er hele grote efficiëntieslagen gemaakt in de veehouderij. De toekomstige ontwikkelingen in de veevoersector die zijn met name gericht op het verbeteren van het welzijn, verbeteren van de diergezondheid, maar met name ook met het verbeteren van de voerbenutting. Ter vergelijking uit een studie van Jude Kepper blijkt dat voor dezelfde hoeveelheid melk in 2007 ten opzichte van 1944 nog maar 10% van het land nodig is, 35% van het water, 21% van de koeien en 23% van het voer. Dit is natuurlijk een besparing die ontzettend goed is voor zowel het dier als voor het milieu. Dat is wat we proberen te doen, om met minder input meer output te genereren, zodat we kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar voedsel voor de groeiende wereldbevolking. Er zijn energiesystemen die elektriciteit leveren op plaatsen waar geen elektriciteitsnet aanwezig is. Deze systemen worden vooral ingezet in de industrie zoals olie, gas en telecom, die daarmee hun operatie op zulke plekken betrouwbaar kunnen uitvoeren. Maar hoe zitten die systemen precies in elkaar? Arnoud Hendricks van TSS gaat daar alles over vertellen. Zonne-energie is eigenlijk overal beschikbaar. En dat betekent dat je ook in afgelegen gebieden waar eigenlijk niks gebeurt, wel zon hebt. Je hebt in zonne-energie bestaan er eigenlijk twee manieren. Dat kan aan het net gekoppeld worden, wat we hier in Nederland heel veel doen. Kan ook los van het net zijn. En dan heb je dus een klein powerplantje op zichzelf staand. En kan je energie leveren op een plek waar helemaal geen elektrische voorzieningen zijn. Het systeem wordt ontwikkeld door de losse componenten te bekijken. Daar te kijken wat de functie is.
en dat zo goed mogelijk te ontwikkelen. En vervolgens te kijken hoe die functie samenwerkt met de andere componenten in het systeem, zodat het ook kan samenwerken en op elkaar afgestemd is. De betrouwbaarheid komt dan ook voort uit een systeem wat in zijn geheel goed kan samenwerken. Testprogramma's zijn bijvoorbeeld dat we samen met een acculeverancier de accu's in een systeem zetten in omstandigheden zoals ze ook in het veld worden gebruikt en dan gaan testen wat een accu doet in zo'n systeem. Want heel vaak weten we het wel van andere systemen, maar nu moeten we nog weten wat het in dit systeem doet. Door deze zonne-energieoplossing kan de operatie altijd door blijven gaan. Aangezien de temperatuur in de controlkasten vaak veel hoger is dan de omgevingstemperatuur, maakt de regelaar gebruik van componenten die functioneren bij temperaturen tot 85 graden. Ook als de processor ooit stopt, kan het zonne-energiesysteem blijven functioneren door de fallback mode. Er zijn gebieden waar bedrijven activiteiten willen uitvoeren waar geen elektriciteitsnet aanwezig is. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld woestijnen waar telecombedrijven of olie- en gasmaatschappijen activiteiten uit willen voeren. Maar je kunt ook bedenken aan offshore activiteiten waar je vaak ook weer in de olie- en gas activiteiten ziet waar geen elektriciteitsnet aanwezig is. En daar is deze oplossing voor geschikt. Uiteraard maken we gebruik van groene energie. Maar dat is de inkopper. De ontwikkeling van de systemen wordt zo gedaan dat deze systemen ongeveer 20 tot 25 jaar in het veld mee kunnen gaan, indien goed onderhouden. En ook dat is natuurlijk iets wat belangrijk is in duurzaamheid, dat het onderhoud op een juiste manier wordt gedaan. Bouw, industrie, metaal en techniek. Hier draait het om vakmanschap en samenwerking. Bedrijven in deze sectoren zijn op zoek naar de beste vakmensen. Jimmy Pelle en Tim van Hoof van STC Groep begrijpen dit. Ze staan namelijk midden in de branche en daarmee dichtbij een goede samenwerking voor arbeidsbemiddeling tussen kandidaat en opdrachtgever. Als arbeidsbemiddelaar ben je eigenlijk bezig met arbeidsbemiddeling. Arbeidsbemiddeling houdt eigenlijk in het in contact brengen tussen werkgever en werknemer. Dat kan op verschillende manieren. Een van die manieren is werving en selectie, waarbij je een vraag krijgt vanuit de opdrachtgever, waarbij de kandidaat moet voldoen aan een x-aantal competenties. Voldoet de kandidaat aan de competenties, dan is daar een mogelijke match denkbaar. Een andere mogelijkheid is het inhuren van mensen als zijnde flexibele schil. Dit gebeurt ofwel projectmatig, ofwel men kiest er gewoon weg voor om een flexibele schil te behouden. Het proces ziet er eigenlijk in grote lijnen uit. Er komt een aanvraag binnen vanuit een relatie. Een aanvraag houdt in feite in vaak een openstaande vacature. Vanuit die competenties van die vacature gaan wij proberen daar een juiste match in te maken en een juiste kandidaat te vinden. Vanuit die competenties gaan wij dat vergelijken met die kandidaat, kijken of diegene daarop aansluit en zodoende gaan wij hem aanbieden bij de relatie. Er wordt voor verschillende soorten kandidaten wordt er bemiddeld. Denk je bij een LBO, MBO, HBO en WO niveau. Echte technische vakkrachten en vooral ook op engineeringgebied. Metaalsector, installatie, ja, enzovoort. Op dit moment wordt er op verschillende vakdisciplines worden er kandidaten bemiddeld. Dat wil zeggen voor beide takken van de bedrijven die ontwerp doen, dus er worden ontwikkelaars die we zoeken voor besturingen, voor het elektrische gedeelte, voor het mechanische gedeelte. En er worden ook assemblagemedewerkers gezocht, ook elektrisch en ook mechanisch. Een recruitmentship, een samenwerking die je hebt met een uitzendgroep, is heel erg fijn om pieken en dalen op te vangen binnen je organisatie. En STC die voldoet daar volledig aan. Die kunnen ons op alle vakdisciplines ook begeleiden. En daardoor zie je ook dat je in mindere tijden toch dat die talentpool blijft bestaan waar je in drukkere tijden ook weer graag mee te maken hebt. Dat je echte kennismedewerkers in huis kunt halen en in huis kunt houden.
Adviesbureau Notion presenteert Robert en Walter weten het wel. Zij helpen bij het oplossen en voorkomen van conflicten binnen projecten. Met vandaag, hoe maak je jouw project beter en hoe beperk je faalkosten? Auto's krijgen bij een bepaalde leeftijd een periodiek APK. Bij projecten worden dat audits genoemd. En die geven vooral inzicht over de procedures. Als de procedures op orde zijn, wil het niet zeggen dat het project in controle is. Het regelmatig checken van de samenwerking en doelstellingen maakt problemen tijdig zichtbaar. Evaluaties worden gezien als lastig en verstoren de dagelijkse werkzaamheden. Organiseer de evaluaties dus goed en zie het belang er ook van in. Het begint bijvoorbeeld bij een goede projectstart-up. Een projectscan kan dienen als basis voor de evaluatiemomenten. Spreek met elkaar af wanneer de volgende evaluaties worden gehouden en evalueer tussendoor regelmatig de samenwerking. En hou de focus op de doelstellingen. Evalueer dus periodiek. Dan kun je bijstellen en aan het eind van het project kun je alleen maar vaststellen. Wees niet bang om je fouten te delen. Daar leert iedereen van. Dus als je samenwerkt, doe het dan duurzaam. We zijn alweer aan het einde gekomen van onze aflevering Doe Maar Duurzaam. Volgende week zijn we terug met het thema energie en zien we alles over verlichting en energiebesparing. En hoe spouwmuurisolatie kan bijdragen aan een goede energiebesparing. Tot volgende week.